Tweede race van de supersportklasse op 12 april, de opening van het wegrace-seizoen 2014. We zijn op het IT-circuit en er staan 21 heren klaar voor een wedstrijd over 14 ronden met een kopstart, een hele mooie start voor de polezitter Stefan Kersbaumer. Hij doet buiten mededinging mee en daar meteen een touché in de opening en dat is niemand minder dan Kevin van Leuven die daar buiten de baan geduwd wordt. Kevin van Leuven dus een matige opening. Hij zat er goed bij in race nummer 1 en heeft natuurlijk nog tijd om zich terug te knokken. Starten vanaf de vierde plaats. Chris Nobel wordt hier gefilmd door Rob Hartog. Daarachter zien we Pepijn Bijsterbos. En natuurlijk zit ook weer voorin Davy Tonen, Cliff Kloots en de andere bekende namen. Daar gaat Pepijn Bijsterbos brutaal voorbij aan Chris Nobel. Pepijn Bijsterbos die normaal gesproken in het IDM zal gaan starten, maar hier aanwezig was voor het Open Nederlands Kampioenschap. En vooraan dus Kersbaumer. En dan daarachter de rest van het langgerekte supersportdeelnemersveld hier door Stekkerwal. Pepijn Bijsterbos gaat dan ook op bezoek bij Rob Hartog, onze cameraman. En komt er voorbij. Rob Hartog probeert dan meteen te counteren, achter de rug dus van de Duitser. Dan zien we dat duel en ook Chris Nobel bemoeit zich er dan mee. Dan wordt het een hele mooie strijd om voorlopig de tweede plaats in deze wedstrijd. En de achterblijvers, ja, dat waren onder andere de gebroeders Frederik en Kenneth Lingholm. Die zich eigenlijk niet gekwalificeerd hadden, maar toch mee mochten rijden. Hier weer Rob Hartog, die op bezoek komt bij Chris Nobel. Countert, die duwt daar de Suzuki voor Hartog. Bij de Suzuki-coureurs natuurlijk. En hier weer door de GT met Kersbaumer. Dan Pepijn Bijsterbos, Chris Nobel, Rob Hartog. En dan is het de jarige en de winnaar ook van race nummer 1, Davy Tonen. En daar met nummer 6 zien we Luc Pruin, die als 16-jarige coureur debuteert in het ONK. Kon die kopgroep dus best goed volgen, zeker in die openingsfase. Geen gekke debuut. Vooraan Pepijn Bijsterbos. Die dus op jacht gaat naar de Duitser. Iets losgereden van Chris Nobel. Dan dus Rob Hartog door de strubben. Goed te zien nog in die nieuwe kleuren. En daarachter is het onder andere Davy Tonen. Maar ook Cliff Kloots die in de buurt komt. Koen Meuvels die er nog altijd bij zat. Koen Bouwmeester. En de Duitser krijgt het dan zwaar, die ondervindt, hij doet ook buiten mededinging mee, dat het Nederlands kampioenschap een hoogstaand niveau heeft. Is voorbijgestoken door Pepijn Bijsterbos. Dan komen Davy Tonen en Chris Nobel er ook aan. Een wat moeilijkere race voor Rob Hartog. Hij was zo blij met het podium van race nummer 1, dat hij iets wat focus miste in de tweede wedstrijd. En daar zien we dan Chris Nobel die voorbij komt aan de Duitser. Pepijn Bijsterbos aan de leiding. En dus achter dat viertal wat eenzaam Rob Hartog. Chris Nobel, die wordt hier voorbij gestoken weer door Davy Tonen. Zeer aan elkaar gewaagd. En ook Pepijn Bijsterbos daar nog voor de Duitser. Daar Tonen en Chris Nobel. 2-2 en daarvoor dus met een kleine marge Bijsterbos en Kersbaumer. En dan de achterblijver. Ja, het zat er aan te komen. Na 7 ronden wordt de eerste al gelapt. Linksom, rechtsom. Frederik Lingholm. Weet niet wat hem overkomt. Wel blauwe vlaggen. Dat goed van de bako's. Het gaat goed. Pepijn Bijsterbos duikt dan als eerste de haarbocht in. En is ook Davy Tonen voorbijgekomen aan de Duitser. En Chris Nobel hangt daar in het achterwiel. De kopgroep formeert zich weer. Eerst was het 2-2. En nu gewoon 4 man weer. En daar weer de volgende achterblijver. De broer van Kenneth die daar het grindbak opzoekt. Het gaat nog maar net goed. Vol het gas er weer op. De kopgroep nog compleet. Davy Tonen, Kersbaumer, Nobel en natuurlijk Pepijn Bijsterbos. Die even aan de leiding zat, maar nu dus op een vierde plaats. En daarachter dus nog Rob Hartog. En ook Kevin van Leuven, Leslie ten Tuscher, Cliff Kloots en Lars Kooijman. Kooijman zal er nog hard afgaan. Een zware blessure oplopen. We wensen hem van deze kant heel veel sterkte en beterschap. Koen Meuvels, Koen Bouwmeester, Jordi de Jonge en ook Mick Jansen. De man uit Hooghalen. Diep. Vooraan bij Chris Nobel.
Je ziet er dat Martijn Bijsterbos eraan komt. De Duitser komt er ook al aan voorbij. Waar zit dan Davy Tonen? Chris Nobel op jacht naar het Pepijn Bijsterbos. Een hele mooie felle strijd. Die zou duren tot het zwart-wit geblokt. Davy Tonen nu voor. De winnaar dus van race 1. En hier Chris Nobel die dat filmt. Dat duel tussen de Duitser en Pepijn. Die hem probeert binnen door te steken. Maar dat doet hij nog even niet daar in de bult. En dan weer Mandeveen Duikersloot. En dan komen ze weer terug richting de GT. Chris Nobel wil voorbij die Duitser. Wil richting Davy Tonen. En Pepijn Bijsterbos zit er dan nog heel kort achter. Chris Nobel nu achter Davy Tonen in de laatste ronde. En Pepijn Bijsterbos. De drie Nederlanders rijden zich los van de Duitser. De Pool zit er Stefan Kersbaum. Kan Tonen dan gelijk bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zorgen voor een sensatie met een dubbel? Nee, dat gaat niet gebeuren, want het is Chris Nobel die er voorbij steekt in de GT. Christian Nobel, hij stevend af op zijn allereerste overwinning in het Open Nederlands Kampioenschap. Dik verdiend en hard gewerkt. Pepijn Bijsterbos wordt er nog drie en Johan die gaat eens praten met deze geëmotioneerde winnaar. Wauw Chris, ja. Je eerste overwinning. Ja, eindelijk. We hebben dit weekend echt heel veel problemen gehad. Technische problemen in de kwalificatie, per ongeluk eraf gereden door iemand. En net in de eerste race ook gewoon pech. Dat we elkaar aantikten, Dave en ik. Ja, en nu eindelijk is hij er. Ik ben gewoon super blij. Super trots op het team. Dat we de afgelopen drie dagen alles voor elkaar gekregen, blokken gewisseld. En we staan er gewoon in het midden eerste plek. Gewoon fantastisch. Uitgebreidere verslagen van het Open Nederlands Kampioenschap zijn op woensdagavond te zien in het programma Wheels from the Lowlands op Motors TV.